Vandaag, 23 september, op maandagavond, zijn wij onderweg met treintje Cornelia. Ons doel vanavond is Lauren van der Schuur. Het is ongeveer een jaar geleden dat Lauren van der Schuur een scooterongeluk heeft gekregen, waardoor ze een beperking heeft opgelopen. Bij navraag is gebleken wat haar wens zou zijn. En treintje Cornelia brengt deze vanavond hopelijk in vervulling. Achter het stuur zit Albert Veldhuizen, naast mij zit Gerda Sabach. Gerda, wat is jouw functie binnen treintje Cornelia? Ik ben als vrijwilligster kaartjesverkoopster en dat doe ik met ontzettend veel plezier. Is het voor jullie een goede zomer geweest van 2013? Ja, met name de augustusmaand was booming, kan ik haast wel zeggen. Want het dorp barstte van de toeristen, met name op de zaterdagmiddag. En het waren niet zomaar toeristen, het waren toeristen die echt geïnteresseerd waren in ons dorp. En dat was voor mij een hele bijzondere ervaring om dat mee te maken. Want de mensen kwamen heel bewust naar aanleiding van de televisieopnames van nou, dat dorp van koek en cake en dat moeten wij wel eens even meemaken. En na de hand, na hun bezoek, kwamen ze ook eigenlijk weer heel enthousiast terug van het was een topmiddag die we hebben gehad. Wat is de uiteindelijke beweegreden geweest voor jou om je een aantal vrije uren in de week te gaan besteden aan treintje Cornelia? Nou, mijn insteek is eigenlijk, ik heb nog steeds een betaalde baan. Ik werk fulltime als hoofdoperatiekamers. En daarnaast heb ik ook wel de drang om ook wat gewoon voor de maatschappij te doen. En ik ben daarna op zoek gegaan. Ik ben vrijwilligster bij de palliatieve thuiszorg. En toen via de Lions kwam er de dringende oproep van jongens, we hebben kaartjesverkoopsters nodig. Ja, en ik ben dan zogenaamd gekke Gerrit en ik steek dan gelijk mijn vinger op. Ik ben altijd wel bereidwillig om wat te doen. En zodoende ben ik erin gerold. En vanavond aan jou de eer om een droomwens van Lauren van der Schuur in vervulling te laten gaan. Wat is haar droomwens? Nou, haar droomwens is eigenlijk één geboren uit een nare droom, kunnen we wel zeggen. Naar aanleiding van het ongeluk is zij dermate beperkt geraakt dat ze, nu ze een studie aan het doen is in Utrecht, moeite heeft met reizen en met het vervoeren van materialen die je nodig hebt voor je studie. Men is op het idee gekomen om haar daarin te vergemakkelijken en we gaan haar dus nu iets aanbieden. We gaan wachten op haar reactie, dankjewel. Goedenavond. Hallo Lauren. Ik kom hier wat brengen namens treintje Cornelia. Veel toelichting heeft het niet nodig, maar dit cadeau zou jou misschien wel helpen om je studie in Utrecht wat makkelijker te doen. Mag ik jou bij deze dit geven? Ja. Namens het team van treintje Cornelia. En ik hoop dat je je studie hier echt goed mee kan afmaken. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Okay. Wat is dat? Een MacBook. Nou, maak hem maar open. Met je blauw. Ja. Lauren, mag ik vragen, wat zit er eigenlijk in het pakket? Als het goed is een laptop. Oh. Maar ik zie een MacBook Air. Ja. Oké. Okay. En dat is hetgene wat jij graag wilde hebben? Ja, klopt. En waarom denk je dat juist een MacBook Air jouw studie zal vergemakkelijken? Omdat deze heel licht is en ik, ik kan niet zoveel gewicht dragen en zo, dus ja, daarom. Nou, helemaal fantastisch. Ik zou zeggen, pak hem verder uit. Ja. En kijk straks met je vader hoe die precies werkt. Ja. Dankjewel. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Uitpakken. Oh, zo moet dat.
wauw. Oh, ja, nou, nou. Fantastisch. Ja. Een koptelefoon. Auren, je MacBook Air in ontvangst genomen. Ben je er blij mee? Ja, zeker weten. Denk jij dat een MacBook Air jouw studie zal vergemakkelijken? Ja, omdat het een veel lichtere laptop is dan die ik nu heb. En omdat ik niet zoveel gewicht kan dragen, denk ik wel dat dat gemakkelijker is met deze dan met die andere die ik nu heb. Om mijzelf een beetje voor te bereiden op vanavond, heb ik je even bekeken op Facebook. En daar concludeerde ik eigenlijk dat je vorige week jarig bent geweest. Je bent 19 jaar geworden. Je rijbewijs inmiddels? Ja. De medewerkers van Treintje Cornelia, alle vrijwilligers, sponsoren, iedereen die wens jou natuurlijk heel veel sterkte en succes toe in de toekomst. Heb jij zelf nog iets wat je wil zeggen tegen de mensen? Ik wil alle mensen die me berichten hebben gestuurd en kaartjes en dat soort dingen wil ik heel erg bedanken. En het heeft me heel goed gedaan en bij deze, dus wil ik die mensen bedanken. Goed, heel veel succes en natuurlijk sterkte in de toekomst. En hopelijk heb je heel veel plezier van je Mac. Dankjewel.